Het is belangrijk dat wij en andere mensen onderzoek doen naar het coronavirus. En mocht er weer een nieuwe pandemie uitbreken, kunnen wij snel schakelen en hebben we interessante stoffen al klaar liggen. Mijn naam is Mirjam Bartsberg. Ik ben postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit. En ik werk aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen het coronavirus. Er zijn verschillende varianten van het coronavirus. Wat deze varianten met elkaar gemeen hebben, is dat ze hele belangrijke proteasen nodig hebben. Proteasen zijn eigenlijk een soort schaartjes die eiwitten in het goede formaat knippen. En elk losgeknipt stukje eiwit is heel belangrijk voor het virus om te kunnen vermenigvuldigen en te kunnen overleven. Er is al een middel op de markt wat ervoor zorgt dat die virale schaartjes niet meer kunnen knippen. Maar het coronavirus heeft ook menselijke schaartjes nodig. En het bijzondere aan ons nieuwe geneesmiddel is dat we ervoor zorgen dat allebei die schaartjes niet meer goed kunnen knippen. En op die manier hopen we dat ons geneesmiddel heel effectief zal zijn. Wij bedenken eerst hoe de nieuwe stoffen eruit moeten komen te zien. Vervolgens gaan we het lab op en gaan we die stoffen daadwerkelijk maken en opzuiveren. En kijken we naar de eigenschappen van de stoffen. Dus denk bijvoorbeeld aan oplosbaarheid of mogelijke afbraak van de stoffen in het lichaam. We kijken ook al naar mogelijke toedieningsvormen. Of onze stof als een pilletje kan worden ingenomen of niet. En later dit jaar gaan wij kijken of onze stof daadwerkelijk werkt en of hij veilig is in een dierstudie. Mijn werk is heel afwisselend. De ene dag sta ik op het lab nieuwe stoffen te maken en studenten te helpen. En andere dagen heb ik heel veel overleggen met bedrijven waar we mee samenwerken om te kijken hoe gaan we verder in de ontwikkeling van ons nieuwe geneesmiddel. Ik vind het heel leuk om hier aan de Radboud Universiteit te werken, omdat wij hier de juiste faciliteiten hebben om de nieuwe geneesmiddelen daadwerkelijk hier te maken. En wij hebben heel veel collega's die ook aan medicinale chemie werken. De uitwisseling met hun is heel inspirerend, heel leuk.